Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. Alweer thuis vanaf de bank dat ik de video aan het editen ben en nog even het beginstukje op moest nemen. Ik ben nog helemaal in de wintersportstemming. Ik ga niet aankomende week, maar die week daarna op wintersport. Dus jullie hebben hierna nog één video en daarna een weekje niet. Dus ik hoop dat jullie me kunnen vergeven. Verder, ik beloof altijd dat om 7 uur de video online staat. Maar ik merk gewoon dat als het mijn werkweekend is, dat dat niet haalbaar is. Dus we halen die 7 uur ervan af en we maken er gewoon zondagavond van. Als je nou geabonneerd bent en het belletje aan hebt, dan krijg je vanzelf een melding als de video online staat. Ja, we hebben deze week ook weer een sponsor. Dat is Let for Truck. Dat is een webshop met eigenlijk alles wat jij wil hebben voor je vrachtwagen. Ik heb toevallig zelf pas ook allemaal nieuwe ledjes erin gezet, waar ik jullie binnenkort op Instagram een foto van ga laten zien. Want ik vind het zelf echt heel tof geworden. Maar op de site kan je dus van alles kopen om je auto, je vrachtauto, op te leuken. Dat zijn niet alleen maar lampjes. Ze hebben echt alle accessoires. Denk daarbij ook aan koffiezetapparaten, magnetrons, van die tafels die je zeg maar voor bij je dashboard kan zetten. Maar vind je het nou leuk om bijvoorbeeld je koffie uit dat koffiezetapparaat in een bedrukte mok met je eigen vrachtwagen erop te drinken, kan je dat ook bij hun bestellen. Dus al met al gewoon een leuke webshop voor alles wat je eigenlijk in je vrachtwagen wil hebben. Dus dat vind ik altijd leuke sponsors, want daar heb ik zelf ook wat mee, weet je wel. Ik vind het ook leuk om mijn auto onder andere ledjes en zo in te zetten. Dus bedankt voor het sponsoren van deze video. Fotootje komt hierna. En in de beschrijving staat uiteraard de website als je daar even een kijkje op wil nemen. Verder had ik vorige week nog beloofd om iets te vertellen over die politie. Ik kreeg, ik denk nu een maand geleden, opeens een berichtje op Instagram van een agent met daarin: hoi Tim, ik ga vannacht op bureau Delft werken. Hoe ziet jouw bezem eruit? Want daar ga ik op zoek. De mensen die al vanaf het begin deze video's kijken, die weten dat toen de politie mijn bezem had gepikt. Ja, echt waar. De politie pikt ook gewoon. Was natuurlijk gewoon een geintje. Maar ze hadden hem wel op ongeluk meegenomen. Kan gebeuren. Maar die agent heeft dus die bezem bij mij teruggebracht. En die had toen gevraagd van: joh, mag ik een keertje met jou meelopen? Nou, natuurlijk mag dat. Zo begrijpen we elkaar alleen maar beter in situaties op de snelweg. Dus al met al is dat denk ik altijd een win-win situatie. Alleen had ik toen heel brutaal gevraagd: als jij met mij meegaat, wil ik natuurlijk ook een keer met jou mee. Dat mocht. Daar mag alleen niet gefilmd worden. Ik mag natuurlijk wel wat over vertellen, niet in detail. Maar wat ik eigenlijk voornamelijk erover wil vertellen is: ik had al respect voor de politie, maar wat die jongens en meiden hier in Nederland bij de politie allemaal tegenkomen, ik denk wel echt dat dat een onderschat iets is. Dus in dat opzicht heeft het mijn respect echt wel nog meer vergroot. Hun doen natuurlijk ook de eerste hulp verlenen, maar ongevallen en zo, want hun zijn meestal als eerste plaatsen. Dus ja, daar kom je hele heftige dingen tegen. Als er nou bijvoorbeeld een dodelijk ongeluk is, worden wij in principe weggestuurd op een gegeven moment, omdat dan de politietaak om overneemt. Maar die jongens en meiden, de dienders, die staan daar bovenop. Die hebben daar ook hulp verleend en zo, dus dat is best wel heftig. Dat wilde ik jullie nog even vertellen. Helaas geen beelden, maar goed. Wel een ervaring rijker voor mij, waar ik echt heel blij mee ben. Want ja, hoe tof is dat om een keer van dichtbij te zien wat daar allemaal gebeurt. Nou, genoeg gepraat, veel plezier met de video. Zo, we gaan eens even kijken bij een pechmelding op de A13. Het is de eerste van de dienst, dus we gaan eens even kijken wat we allemaal meemaken. Tot zo.
Heren, goedenavond. Hoi. Wat hebben we voor moois? Ik zie een airbag. Ja. Heb je aanrijding gehad? Nou, met de vangrail. Oh ja. Waarschijnlijk in slaap gesukkeld of zo. Oké. En hij was onder invloed. Dus we stuurden die eens mee met ons. Ja, dat, ik dacht al, ik zie iemand rijden. Ja. Dus je mag hem meenemen. Ja, mooi. Waar gaat hij naartoe? Van Heekstraat is Schiedam. Van Heekstraat is Schiedam. Ja. Die zijkant zit goed in elkaar. Ja. Is dit een bekende van jullie die zo midden op de weg stil gaat staan? Hm? What the fuck? Zeg vrienden van hem. Ja, nou, maar, vrienden, ja, top, dankjewel. Zo, met deze heb een schuiven gemaakt. Want je krijgt echt niet zo je zijkant makkelijk in elkaar. Reizen 3 gewoon hop. Want hij begint hier, maar dit is echt duidelijk de afdruk van de, ja, 100%. Van de glijder. Komt Rijkswaterstaat ook nog? Want die willen dat waarschijnlijk wel weten voor eventuele verhaling voor de geleiderrail. 0501 af. Puntenstraat is nog bij Rijkswaterstaat. Zij zien schade aan de vangrail. Ja, ik ben net door de bergen erop geantwoord. Dan heb ik inderdaad met deze hiermee te maken ook. Rijkswaterstaat staat daar al. Er is er ook 1 afgesloten, die zijn nu aan het kijken. Zo, misschien hierna nog even zien. Ja. Zijn jullie zover, mannen? Ik wil hem graag meenemen. Ja, sorry, 1 minuut hoor. Geen sleutel. Hebben jullie die sleutel toevallig nog of is die meegegaan? Nee, die heeft op de dashboard gelegd. Oh ja. Heeft een van jullie de sleutel gepakt, jongens? Daar heb je hem. Yes, dankjewel. Dat was, zoals je kan noemen, wel weer een bijzonder exemplaar. Meneer was onder invloed en dus afgevoerd. Waarschijnlijk in slaap gesukkeld of iets. En zo de vangrail, of de geleiderrail moet ik zeggen, een heel stuk geraakt. Rijkswaterstaat is ook nog even geweest om dat te controleren allemaal. Nou, er zat inderdaad flinke schade. Ik had toevallig net een collega Berger aan de telefoon. Die had ook op de A13, hadden ze ook een dronken bestuurder, maar die zat op een fiets. Ik ken ze gek niet meer denken, het kan allemaal, maar dat op de zondag. We hebben hier nog wel de auto meegenomen en ja, die mag dan weer opgehaald worden op het moment dat meneer vrij wordt gelaten. Komt vast wel weer goed, denk ik. Dan maar kijken of er nog meer gaat gebeuren. We gaan luxe uit eten bij de Gouden Drietand in de Capelle aan de IJssel. Want daar voor de deur is zojuist een ongeluk gebeurd. Dus we gaan eens even kijken wat we kunnen doen en hoe erg het allemaal is. Dan gaan we dat zo zien. Tot zo! Straks geniet van op de Melkstraat. Wacht, eens even buiten kijken. Goedenavond. Goedenavond. Wat is aan de hand? Gaat op deze bij een aanrijding betrokken geweest. De rechter achterwiel, dat is een beetje een set. Ja. Daar heb ik dus hier uitgeklapt. Nou ja. Oké. Okay. En deze meneer, dat is de eigenaar? De bestuurder. Ja, niet de eigenaar. De Wisma Spijk. De houder, zeg maar. De gebruiker. Ja. Oké. Okay. Maar heeft u voor mij in ieder geval alvast de sleutel? Dat was de bereider van de net. Dat was de bereider van de net. Misschien ligt hij nog even mee. Ja. Top, dankjewel. Oké. Okay. Ik had hoopje voor gebruiken, hè? Ja, dan gooi je daar achterin. Andere auto.
Die is al weggehaald. Die gooi ik bij mij eventjes erin, voor de zekerheid. Die andere auto is doorgereden of is al opgehaald? Ja. Oké. Die komt nog wel, ja. Ja, precies. Oké. Als wij van plaats kunnen ruilen, dan ga ik beginnen. Oh ja, anders wacht wel even op die ambulance, want we trekken hem achteruit erop. Ja, vind je dat makkelijker? Ja, beter. Ja, want anders moet ik hier op het kruispunt gaan keren met mijn auto. Ja, dan is een schaapje op. Kom, hij staat 8 uur redelijk scheef. Kom wel gekkere dingen tegen hoor. Ik schrik niet meer zo snel. Welkom de gekkere dingen tegen. Deze die rijdt gewoon nog. Ben ik niet zo bang hoor. De bak op dan, hè, die naar huis maar. Ja, die andere die reed met 180 is die vloer op de A20 op de achtervolging van echt? De mensen. Ja. Nou, mijn collega belde net. Het kan zijn dat je zo nog een achtervolging moet ophalen. Ja, dat is misschien. Dat was de tegenpartij dus. Wat voor auto was het ongeveer? Ja, ze weten het niet exact. Ja, maar dat weet ik ook niet. Ze exact, maar. Grijze auto was het. En ze dachten ook een Porsche-achtig type. Oké, ik werd net door een collega gebeld dat ze een auto achtervolg zagen worden. Maar dat was al helemaal bij Vlaardingen, dus dat is flink door. Daar zijn ze hem kwijtgeraakt. Ze hebben er een achtervolgd. Ja, ik hoorde het net. Oh, hebben ze hem toch? Nee, dat weet ik niet. Maar bij Vlaardingen zag mijn collega net achtervolging. Die belde mij nog van misschien moet je er daar een ophalen. Dat zou wel leuk zijn. Zou op in beslag namen worden. Het is niet mijn geluksdag. Nee. Oké, het kan altijd erger. Bij mij valt het dan allemaal mee. Ik trek hem maar ergens onder de achteras. Je lieren hebben zin in. Ja, die olie is koud. Hoe koud die olie is, als je nou 2-3 minuten bezig bent, dan gaat het al veel beter. En zo arrogant dacht ik. Hij doet het wel, daarvoor sta ik nou zo ver. Jij maakt het zelf wel moeilijk. Ja, maakt niet uit. Even kijken hoor. Dan pak je hem liever achter. Ja. Kijk, ja, niet per se, maar dan hoef ik niet te bukken. Grappig. Ik heb mezelf namelijk aangeleerd om van anderen te kijken. Ja, wel kunnen. Zo. Nou kan ik wel. Goed hoor, die gaan nergens mee. Vergeet die niet. Nee, dat is wel handig. Nou, dat was, het viel wel mee, de schade, maar ja, hij kon niet meer zelf verder. Hij startte ook niet meer. Vaak heeft Renault dat als de airbags of iets zijn geklapt, dat er dan de brandstoftoevoer stopt. Nou zit er wel ergens een knopje om dat weer te activeren, maar ik wist uit mijn hoofd niet waar die zat bij deze auto. Ik heb beter even de lier eromheen leggen en dan ben je vaak sneller weer weg. Maar hij was dus geraakt door een andere auto en die auto is vervolgens gevlucht. En nou werd ik toevallig, toen ik hier de wacht aan het wisselen was, toen mijn collega naar huis ging, die belde nog van joh, ik zie je net een achtervolging voorbij komen, dus misschien moet je die nog wel ophalen. Nou weet ik natuurlijk niet 100% zeker of dat met elkaar in verband stond, maar ik begreep daar wel ter plekke dat de richting waar mijn collega die achtervolging had gezien, dat ook de richting was waar die auto naartoe was gevlucht. Dus laten we duimen dat hij gepakt is. Als dat zo is en het komt nog in een lokale nieuwssite, dan doe ik dat in de beschrijving even erbij zetten. Dan kunnen jullie dat eventueel, mocht je dat interessant vinden, nog even opzoeken. Ja, ik ga zo een klein tukkie doen. Als er niks gebeurt, als er wel wat gebeurt, dan zien jullie mij zo weer. Zo, we rijden op de A13 onderweg naar een pechgeval. En die heb ik net tegenovergesteld al zien staan. En ik heb gelijk maar even een kruis aangevraagd bij de verkeerscentrale. Want meneer die stond zeg maar aan de onveilige kant, dus aan de kant van waar de auto's langs rijden, zijn linker voorwiel te vervangen. Dat is natuurlijk niet handig om te doen, hè? Zeker de verlichting stond uit, wel gevarenlichten, maar goed, je bent niet goed zichtbaar. Hè? Dus we gaan nu die kant op en dan gaan we even kijken wat we daar kunnen doen en hoe ver die al is met het verwisselen van het wiel. Want anders gaan we natuurlijk gewoon even, als de Rijkswaterstaat erbij is, dat afmaken. Als die er al af ligt. En anders gaan we hem erop trekken en snel meenemen. Want
Het is geen veilige manier. Dus tot zo. Ik weet niet of het te zien is, maar zijn gevaar driehoek heb je nog wel even neergezet. Goedendag. Ik kan me niet voorstellen dat je een dead wish hebt met kinderen in de auto. Nee. Dat moet je niet doen, man, op de snelweg. Kom. Hallo. Dat is levensgevaarlijk. Zit hij nog vast? Ja, hij zit nog vast. Ja, oké. We houden hem ook vast. Ik ga jou van de snelweg afhalen zo, als de Rijkswaterstaat hier is. Ja. Op een veilige plek neerzetten en daar kan je dan je wiel vangen. Okay. Want ik kom net tegenovergesteld, heb ik gelijk kruisje aangevraagd. Want ja, kijk. Moet je kijken hoeveel ruimte je hebt. Ja, daarom hebben we gezegd, we konden niks doen. Hier hoorden we poef. Ja. Maar dit moet je al beloven alsjeblieft dat je nooit meer doet. Okay. Gewoon 112 bellen als je op de snelweg staat. Okay. Want je wordt altijd gratis weggehaald. Kost je helemaal niks. Okay. Maar je speelt echt met je leven nu. Dit gaat zo vaak fout, dat moet je echt niet willen. Ja, oké. Okay. Dus we laten hem even zo staan, totdat Rijkswaterstaat er is. En dan gaan we hem daar naar beneden draaien en dan breng je naar een veilige plek. Oké, dank je. Ja? Alsjeblieft. Dat is wel gewoon van de dingen zo. Ja, ik kan hem nou gewoon laten staan. Haal hem dadelijk met extra oog hier. Doe hem even loshalen, ja? Nee, is goed. Als jullie dan voor mij aan de veilige kant willen gaan staan, heel graag. Wanneer hij zegt dat het veilig is, dan breng ik dat in. Ja, het begin was gemaakt. Ja. Ja, ik reed tegenovergesteld, ik zag het. Ik denk, nou, zoveel ruimte hebben die. Dus ik had gelijk even kruisje aangevraagd. Ja, maar die stond er al op, hè? Ja, dat zag ik achteraf ook. Ik ga zeggen, dat, ik had hem in de tablet in beeld. Dus nou, die mensen liepen er een beetje omheen te wandelen. Ik zeg, nou, ik zit er maar thuis, hè? Ja, even kijken of er alles nog vast zit. Krikjes ook. Ja. Levensgevaarlijk, man. Ja. Nee, zeker hier niet. Hier kunnen ze echt vaak doorheen. Ja, ik had er vanmorgen één, want ik heb vannacht ook nachtdienst gedraaid. Ja. Die kwam, was ik met een collega. Dus ik stond hier van, joh, ga aan de kant, omdat hij door het kruis reed. Weet je wat ik kreeg? Van drie man middelvingers. Niet te geloven. Zo, ik heb die mensen even op weg geholpen. Omdat het, zo'n krikkie is gewoon kloten. Het is voor mij nu heel rustig en maar 5 minuutjes werk. Zoals jullie weten doe ik dat lang niet altijd, maar er waren ook 2 kinderen in de auto. En ja, om die mensen even op weg te helpen. Ik zou toch sowieso naar ons depot gaan, dus ik heb even het reservewieltje voor die mensen eronder gezet. En die kunnen nu dan weer hun weg vervolgen naar huis toe. Kleine moeite, die mensen hartstikke blij, heel dankbaar. Nou ja, dat vind ik altijd leuk, weet je wel. Als die mensen zo blij zijn, daar doe je het uiteindelijk voor. Dus, gaan we zien wat er verder nog gaat gebeuren. Zo, het is zondagmorgen vroeg en het is, hoe laat is het? 5:30. We krijgen een melding op de Kralingse Zoom van een ongeval. In de melding staat dat hij niet rolbaar is en dat de politie aanwezig is. Dus ik ben benieuwd wat we gaan aantreffen. We gaan eens even kijken. Ik ben in ieder geval nog, ik moet heel even wakker worden, joh. Maar ja, we gaan er naartoe. Goedemorgen. Ziet er goed uit? Ziet er goed uit? Ja, toch? Komt er nog een onderzoek of zo? Nee, we dachten even meten en dan maak ik nog wat. Top, dankjewel. Motorblok ligt ernaast, maar god.
Hebt die bestuurder het overleefd? Hij is zelf niet voor elkaar gaan zitten. Ik vraag me niet hoe, maar... Die heeft echt de emmer op zijn schouder. Dit is niet met 30 gegaan. Nee, zijn snelheidsmeter staat stil op 75. Ja, daar heb je nog geremd, waarschijnlijk. Of gegleden. Hij heeft 40 meter gegleden. Ja. Tering, dit is echt een klap geweest. Ja, nee, toevallig reed een collega van de hoek. Ja. Die zagen hem langskomen, dus die wouden er achteraan even controleren. En toen reed hij al meer dan 100. Ja, dit is natuurlijk nog een analoge snelheidsmeter. Die blijft staan op de snelheid. Oké. En dan hebt hij wel heel veel geluk gehad dat hij nog zelf uit kon. Tenminste, er maar een kaart op kon. Ja, zeker wel. Hij had het als gedood kunnen zijn. Ja. Als je ziet tot hoe ver hij naar binnen is gebogen. Ja, die, dat is bizar, hè? Dat is bizar toch? Ja, dit. Die krachten, jongen, die zijn. Nou ja, niet te geloven. De paal staat leuk. Ja, ik weet niet of hij al scheef stond, maar. Ja, weet ik ook niet. Ik denk het niet, want als ik zie hoe de grond hier is, zeg maar, veranderd. Opgestreupt. Ja, dan denk ik dat echt door de botsing komt. Oké, ook door die ademhaling. Nou, ik heb geluk gehad, hoor. Ja, hij staat echt diep in. Zelfs het schutbord is verbogen. Dat zie je echt niet snel. Hij komt natuurlijk bij redelijk wat ongevallen, jullie ook, maar dit zie je niet vaak. Nee, dit is echt bizar. Maar ook dat hij zo gelanceerd wordt. Ja. Hard gedaan. Ik moet hem, denk ik. Ik heb de hele versnellingsbakken zelfs geëxplodeerd. Liggen hier gewoon. Als er versnellingen liggen hier. Ja, bizar, hè? Maar ik moet hem er achteruit op gaan trekken, want ik heb voor niks meer om aan te trekken. Nee. Die wielen, alles zitten. Die zijn helemaal naar de kloten, allebei. Ja, die zijn helemaal los. Die zijn helemaal verrot, die zijn helemaal dwars, de andere kant op. Nou, één voordeel. Ik hoef niet heel voorzichtig te doen, nee, want er valt weinig mee te slopen. Nee, je hoeft niet echt zuinig te zijn. Zo, inderdaad, joh, die grond is opgestreept. Zakwit, blijft hij erin liggen of ga je hem in beslag nemen? Nee, ik denk weer even mee. Ja? Ja, is beter, joh. Dan. Anders wordt het weer. Op, ja, nou. Die wielen staan helemaal andere kant op. Ja. Ze staan helemaal zo tegengesteld. Ja, dat is helemaal kut. Scherp, man.
Zoek je nog werk? Ja, ik heb je leuke onderdelen, denk ik. Dat denk ik ook niet, nee. Het is best een logische plek, maar hè? Toch die harde onderwerp ja. Zekerheid voor alles, hè? Want als het eraf dondert. Ja, precies. Dan hebben jullie zeker de volgende. Als dat gebeurt. Er ligt iemand in mijn bed, hoor. Ja, kon ik dat maar zeggen. Normaal zou je hem nu trouwens op de heftruck, met de heftruck eraf trekken, maar omdat hij zo op die rand stond, kom je niet onder met die lepels. Dus dan doen we hem eerst afschudden en als hij met de voorkant op de grond staat, dan pakken we hem met de heftruck op. In- en uitschuiven gaat hij zeg maar niet verder. Heb ik hier ook nog even de camera gezet. Want wat je dan doet, is ik rijd nu gewoon de auto eronder vandaan. Dus de vrachtwagen, die zet ik gewoon in zijn eerste versnelling. En dan rijd ik hem eronder vandaan. En dan zakt die auto gewoon van het plateau af zo de grond op. Dus dat gaan jullie nu op de andere camera zien. Je hebt wel eens van die dagen waarop alles misgaat. Nou, dat was nu bij mij zo.
Wat ik net ook al zei, foutje maken is menselijk, daarom laat ik het ook gewoon zien. Ik schaam me er niet voor ofzo. Ik bedoel, hij is meegegaan en dat is waar het uiteindelijk om gaat. Zeker niet op de beste manier, maar goed, hij staat nu hier op het terrein. Ja, dit zijn wel de klussen waarvoor ik dit werk doe. Dit, hier heb je een beetje uitdaging, moet je bij nadenken. Moet je dat ook wel echt doen. Maar normaal gesproken, ik heb gewoon een beetje last van die nachtdienst. Ik word heel suf wakker dan. En dan, ja, dan maak je wel eens een foutje. Nou, dat is nu ook gebeurd. Ik weet niet of ik dat erin heb geëdit. Of dat een interessant stukje was verder. Maar die teller, die staat op 75 km per uur. Bij een analoge teller is het namelijk zo. Op het moment van impact blijft de teller 9 van de 10 keer staan op de snelheid waarop de impact is geweest. Nou, dat was in dit geval rond de 75. En moet je bedenken dat je met 75 tegen een dikke paal aanrijdt. Nou, dat deze meneer of mevrouw het heeft overleefd is toch wel een wonder. Ik bedoel, er zijn mensen verongelukt bij minder heftige impact. Dus deze meneer of mevrouw heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. Gelukkig, hè, begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, ik gun niemand het om gewond te raken. Dus, hij staat in ieder geval weer binnen. Wij gaan verder. In ieder geval nog heel even. We gaan zo naar huis en dan zit de week er weer op. En dan doe ik wel gelijk het eindstukje. Volgende week hebben we van 2 tot 11. En ja, ik hoop dat jullie het weer een mooie video vonden. We hebben het beste voor het laatste bewaard. Het zwaarste geval. En ja, volgende week heb ik dus van 2 tot 11. En daarna ga ik een weekje op vakantie. Dus moeten jullie het alweer zonder video doen. Het spijt me echt ontzettend. Ik heb niet genoeg beelden nog over om een hele video van te maken. Dus daarna wordt het een weekje wachten. Dus jullie hebben deze video nog, volgende week nog één. Alleen daarna even een weekje niet. Dat was hem weer. Maak het niet erger, bel een berger. En tot volgende week.